Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Wat moet er in de kluis? Oké, jongens, eventjes tussendoor. We krijgen nog best vaak de vraag, maak gamehal video's. Die gaan we niet meer maken, of tenminste niet meer. Sowieso niet meer met de Gamebox. Want daar hebben wij een tijdje mee samengewerkt, of eigenlijk heel erg kort. En uiteindelijk is er eigenlijk niks meer van gekomen. Wij gaan er echt nooit meer heen. We zijn er nooit meer te vinden. We zijn er helemaal klaar mee. Ja. En we moeten even privé houden wat er nou precies is gebeurd. Maar wij zijn er echt niet. We zijn niet blij. Laten we daarop houden. En we gunnen het jullie ook niet. Dus we gaan gewoon even kijken wat we in de toekomst kunnen regelen. Misschien bij een andere speelhal. Maar ik zou geniet gewoon lekker verder met deze video. Tijd geleden hoor dit, Koen. Ook deze locatie. Deze locatie, alles erop en eraan. Maar we hebben hier wat. Och. Twee sleuteltjes. En? Een doos met daarin een kluisje. Het is wel een kleintje hoor. Ja, het is wel een kleintje. Ons budget is wat lager. Als ik deze zou opvissen met mijn magneet zou ik denken van Ja, moeten we ook even magneet vissen. Kunnen we misschien morgen doen. Ik zou zeggen like massaal deze video en support ons. Daar zijn we heel erg blij mee. Want we doen echt ons best om iedere dag een video te uploaden. Dus ik ben benieuwd. Ja, de mensen kennen het concept wel. Ga de kluis open van een Thunderking, van een cakeje, van fluiters, van rotjes. Noem het maar op. We gaan het zien. We gaan het allemaal proberen om die kluis open te breken of open te krijgen. Het is ook echt een cheap kluis, dus ik denk wel dat die open gaat. Ja, we konden wel een hele sterke kruis, maar ten eerste hadden we daar geen budget voor. Nou. En ten tweede, dan is het ook minder leuk. Het is wel leuk gewoon. Het is leuk. Hé, hey, weet je wat het is? Eventjes wat informatie voor jullie. Het is een kluis van 2,5 kilo. Zo. En een inhoud van 4,5 liter. Zo. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nou precies in past. En we hebben even wat kleine spulletjes meegenomen. Maar laten we hem eens even openmaken. Ook heel belangrijk voor ons is dat even vermelden. Doe dit thuis niet na. Het is niet de bedoeling dat je dit uit gaat testen. We zijn in een omgeving waar het kan, waar het mag. En noem het maar op. Maar doe het gewoon echt niet na. Want dit is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Want als je dit ontploft, dan heb je gewoon splinters van metaal. En pas daar nou heel erg mee op. Ik zeg, we gaan hem openmaken en kijken wat misschien zit er nog wel een verrassing in of zo. Dat ze denken, we doen een gift in de goede tijden. Nee, niks. Zelfs batterijen zitten er waarschijnlijk niet in. Nee. Nou, crisis hier! Nou, gelukkig hebben we sleutel. Ja, even kijken hoe het een beetje werkt. Dat is wel belangrijk. Nu is hij dicht. Of moeten we hem dicht draaien? Ja, hij is nu echt dicht. En dan doe je zo. Oh, ik hoop niet dat die van die eerste Thunderking al open is. Stuk is. Ja, want daar zijn wij een beetje bang voor. Die pinnetjes, dit ziet er echt zwak uit hoor. Ik denk één klets op de stenen. En hij is open. Nou, we gaan het meemaken. Zullen we eerst... Oh, even dit. Dat. Oh, dat is kut. Ja, hier ligt het magazijn. Ja. Je mag wat pakken. Zullen we eerst dit doen? Ja, wacht. Kijk eens jongens, helemaal vol met rotjes. Niet alles gaat af natuurlijk, maar ik heb even een klein matje gemaakt. Ik steek hem aan. Ga je erop staan? Nee, ik doe even rustig aan. En dicht, hè? Hij is dicht. Wat gaat er gebeuren? Oké. Ja, ik had niet verwacht dat het zeg maar zo eruit kwam, de rook. De rook, ja. Dat is wel vet. Achter hebben we ook luchtgaten, hè? Volgens mij. Ja, inderdaad. Hij kan wel. Oh ja, kijk. Dat is mooi. Gaat weer wat af, of niet? Misschien staat dat matje in de fik. Rook komt eruit. We hebben eventjes gewacht. Hij is wel warm. Dat is lekker. Nu al? Nee. Zijn die pinnen nu al krom? Nee, toch? Dat meen je niet. Wat een kluis. Nee, moet open kunnen. Kijk. Och. Oh joh. Oké. Het is wel weer leuk dit, hè? Het is wel weer mooi. Ja, ik zou zeggen, leeg hem. Kijk even wat er is afgegaan. Oh, best een hoop. Ja. Die ook niet verwacht. Nee. Ik ben wel benieuwd wat een Thunderking doet, maar ik durf hem eigenlijk niet dicht te doen. Zullen we eerst een fluitje lekker doen? Eerst een fluitje. Kijk. Ja, doe er maar twee. Tweemaal. Magic whistles. Deze hebben als het goed is een knalletje. Oh ja, inderdaad. Fluit met knal. Ik ben heel benieuwd, Koen. Dicht kan gewoon dicht, hè? Dicht kan gewoon dicht. Ready? Ready. Best lekker. Klinkt wel leuk. Ging niet lekker, hè? Ik weet niet of ik goed heb gefilmd, maar ging niet goed dicht. Ik zeg, we hebben er nog twee en dan doen we hem goed dicht. Wil jij die lekker doen? Ja, is goed. Dat is goed. Oeh. Wel één heel mooi voordeel. Het is wel makkelijk opruimen dit. Zo, hij is warm, jongen. Hij is gewoon heet. Nou. Het is wel makkelijk opruimen dit, want dan blijft ze alles een beetje bij elkaar. Netjes. Doe een fluitje erin. Twee stuks. Dus ik heb hier een handje rotjes en wat fluiters. De rotjes doe ik erin. Fluiters leg ik er ook in. Je moet oppassen, want het is echt heel erg heet. En dicht, hè? Is hij dicht? Ik denk het.
Hij knalt wel echt raar, hè? Heel erg vet. Je ziet echt zo van die lichaam. Echt dat die druk eruit wil. Heel vet. Nou, ik denk dat hij nu nog warmer is. Dat denk ik ook. Koen, ja, Koen is goed met warme dingen. 5 seconden. Nou, dit is maximaal. Het is heet, hij hè? Hij is echt heet. Hij is echt heel heet. Heb je een sleutel? Ik heb, nee. Ja, die heb je wel. Dat zo snel kwijtraken. Ik raak zo snel sleutels kwijt. Maar weet je hoe dat komt? Ik heb een auto zonder sleutel. Ja, maar jouw huis gaat niet open zonder sleutel. Nee, dat is ook wel een probleempje. Kijk. Oh, hij is wel krommig. Oh, ja inderdaad. Hij is wel krom. Oh, dat gaat rap. Is dat het metaal? Is het metaal? Oh, dus door de hitte. Leeg wordt hem denk ik even niet. Omdat hij zo heet is. Nou, je moet hem even voor de gein voelen. Nee, ik heb mijn vingertjes al verbrand. Okay, ja. Lampjes gaan het niet meer doen aan de buitenkant van de scanner. Dus dit wordt nog wat. Een normale. En normaal denk ik dat die pinnetjes al scheef gaan dat we nu hier open krijgen. Daar ben ik ook bang voor. Zullen we de eerste gewoon doen met deksel open? Of dan doen we de deksel op de kop dat die omhoog gaat? Doen we dat. Waar ik me af zit te vragen. Ik ben een statief erbij gepakt zodat wij afstand kunnen houden. Want we moeten ook aan onze eigen veiligheid denken. Precies. Dus ik zet hem even op statief. Ja, dat is beter. Yo, Kuno, pack erin! Tegen. Het viel mee. Dat ging niet lekker. Oh jee. Sleuteltje nodig? Geen idee. Niet dichtgedraaid. Nee. Kijk eens. Heet. Heel heet. Hey, maar er gebeurde hij ging geen eens omhoog volgens mij. Nee. Er gebeurde vrij weinig tot niks. Hij ligt wel mooi hoor. Ik denk dat jij een dun bummetje erin moet gooien. Oeh, die is wel heftiger. En die in slow-mo? Hij is stuk. Nee! Kijk! Holy. Oh, dat hebben jullie volgens mij heel mooi in slow-mo gezien. Ja? Ja, die scheur zie je. Ik zag eens boem, maar het ligt eraan wel. Wow, het is helemaal vol. Dit is de... Kijk, hij is helemaal vol. Gelukkig hebben we het bonnetje nog. Snap je nu waarom het zo gevaarlijk is, jongens? Ja. Dit is echt gevaarlijk. Want als nu de druk niet wegkomt, wij rennen ook achter die. De boom. Ja. Echt, ja. Maak hem eens open. Nou, hij is al open. Kijk maar, kijk hoe vet. Aan alle kanten. Maar je ziet hoe goedkoop kluisje dit is, ondanks die er niet echt heel goedkoop was. Ja, het was niet heel goedkoop, maar ik kan ook niet zeggen dat die high quality was. Nee, dit is aluminium of ik weet niet wat het is. Ja, heel dun. Heel dun. Kom op. Ja. Ja? Ja, deze krijgen we wel open. Toch? Ja. Juist. Holy. Oh shit. Kijk even. Kijk hoe die... Wacht even hoor. Hij koelt wel snel af nu. Ja, geen kluis. Het is wel een mooi vitrinetje dit. Dit ziet er wel lijp uit. Is echt een mooi bol. Kijk even, dit scheurtje zo erg. Heel gevaarlijk. Maar wat willen we? We hebben nog zoveel Tunnekings en een cake. Ik weet wat de Tunnekings gaan doen. Dit. Die gaan vooral die heftige Tunnekings. Dit was een dun bummetje. Dit was een dun bummetje. Maar we hebben daar ook een cake van. Zullen we eens even kijken of tot hoe ver we hem kunnen repareren? Ja. Volgens mij is hij gerepareerd. Tot zover die gerepareerd kan zijn. Dit is wat we ervan hebben kunnen maken. Maar wat willen we nu? Hij is wel redelijk dicht. Ik denk, kijk, daar wacht iedereen op. Nu al de finale. En dan daarna lekker gewoon lekker kloten met Tunnekings. Nou, pak hem maar. Past die wel trouwens? Dat gaan we nu meten. Maar eerst willen we even een mooie slow-mo maken met een pak rotjes erin. Maar echt allemaal erin en dan prrr, allemaal tegelijk. Yes.
Kijk eens, Koen is erop gaan staan. Dat ging wel lekker, hè? Je voelt hem pap, pap. Je zag wel even flink knalletjes ervan af. Steek er eens nog een paar, maar het ging best goed. Hij ging lekker, hè? Het was niet niks, zeg maar. Maar ik had er ook best wel veel open gemaakt. Oké, okay, komt ie. Ja, dat waren er drie. Ja. Ja, maar ze gaan niet allemaal tegelijk. Nee, maar dat is ook niet meer logisch. Ik zeg, hoe heet het erin? Wat? Of willen we een handje Thunderkings erin? Nee, de cake. De cake meteen? Ja. Meteen de cake, ja, oké. Okay. Ja, want als je handje Thunderking krijgt, hetzelfde als een cake. Ja. Nou, dan gaan we let's go. Pakken. Kijk eens wat een troep, jongens. Eigenlijk best wel ideaal zo'n vuurwerk afsteken. Kan je het allemaal netjes opruimen? Ik geef een tasje mee om op te ruimen straks. Alles in een zak. Even laten afkoelen en gaan met die banaan. Cakeje. Ja. Oeh. Dus we zijn een beetje gespannen met de cake, want ik ga ver staan. Echt heel ver. Ik zet de camera op statief. Ik zet hem niet in slow-mo. Jullie kunnen lekker genieten. Wij gaan rennen als een malle. Het is ook best wel een groot cakeje voor de ingang van de kluis. Want als ik naar die kluis nu kijk, is het net zo'n brede ingang als de cake. Zullen we meters weten? Meters weten, vanaf 16 hè? Pas hem eens. Oeh. Ik zou hem wel dwars zetten. Ja, welke kant willen we hem? Links of rechts? Doe maar links. Dus ik doe hem gewoon zo. Ja. Zo moet hij er dan ingaan. Ik zet even de camera op statief. Wij gaan echt achter een boom, hè? Want... Maar ik doe hem echt dicht. Ja, gewoon. Doet hij het nog? Echt dicht en echt achter een boom. Ja, dit gaat helemaal krom. Dit kan helemaal krom, splinteren, gaan alle kanten op. We gaan echt weg. Camera zit op statief en jullie mogen lekker genieten. Hij kan. Geluid aan. Camera aan. Kun jij hem dicht draaien of niet? Ja. Ja, hij klikt op slot. Hier is niks meer van over. Wat is hier allemaal mee gebeurd? Pas op, hè, want misschien zijn die tubes losgesprongen. Ja, die hele onderkant is volgens mij eruit. Zullen we even wachten en daarna kijken? We hebben even gewacht, het rookt nog wel. Maar dit was lijp. Ja, kijk, dit... het is gewoon verf is eraf, of wat is het? Ja, gewoon geblakerd. Kijk hoe lijp dit eruit ziet. Kijk wat er nog over is van dit ding. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn, het is wel een goedkoop kluisje. Dit is het goedkoopste kluisje wat je kan hebben. Maar eerlijk is eerlijk. Het is krachtig, maar het is niet zo krachtig dat ik zeg, nou, mijn hele huis blaas ik ermee op. Nee joh, als je dit onder een steen legt, gebeurt niks. Nee, maar... Gewoon dit kluisje kostte hoeveel? 15 euro? 15 euro. Niks. Nee, echt gewoon een kinderkluisje. Echt hoe dun ook dat staal aan hier. Wij hebben in het verleden namelijk sterkere kluizen gekocht. Echt kluizen van... 60, 70 euro. Van een postkantoor. En we hebben zelfs inderdaad een hele sterke. Nou, die was echt meer dan 1000 euro waard, die kluis. Maar in ieder geval waren vroeger ook wat kleinere kluisjes. 60, 70 euro nieuw prijs. En daar gebeurde niks met Thunderkings. Niks, echt niet. Ja, we hebben daar zelfs een cake in gedaan, salute cake. Ja, niks. Gebeurde helemaal niks. Dus daarom hebben we gekozen voor een goedkopere. Ik bouw even afstand. Wij wachten even tot alles weer klaar is. We gaan even de boel opruimen. Mensen, bedankt voor het kijken. Like even deze video. Voor abonneer. De mensen, abonneer. En voor de mensen die zich afvragen, hey, maak Gamehall video's. Er komen geen Gamehall video's aan. Nee. We hebben de samenwerking met de Gamebox beëindigd, want echt... Jongens, we zijn er zo boos omdat we gewoon weer de auto zijn vergeten. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, want echt 53% of zoveel procent is niet geabonneerd. Doe het alsjeblieft. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.